Leuk dat je weer kijkt, ook op de dinsdagavond, want zoals ik al eerder had aangegeven, ik ga nu vaker video's maken. Dat had ik jullie gevraagd, jullie zeiden met meer dan 90% zijn ja, graag, doe maar, liefst elke dag. Dus dat ga ik proberen, elke dag waarschijnlijk zo rond een uur of zes dat een video online komt, waarin ik een beetje ga kijken naar het nieuws van de laatste dag of de laatste paar dagen. En behalve het laatste nieuws probeer ik ook altijd iets interessants daarnaast te behandelen. Gisteren had ik gezegd dat we vandaag naar Disney zouden kijken, welke onderdelen er allemaal zijn en waarom de koers misschien wel zo hard gedaald is. Dat ga ik verzetten naar morgen naar de video. Want ik vind dat er nu een belangrijker onderwerp is. En dat is de buffer. Dus laten we niet langer wachten en beginnen met deze video. Kijken we naar het laatste nieuws, dan beginnen we met gisteren, omdat de video die ik gisteren uitbracht van tevoren was opgenomen. Dus kijken we vandaag naar gisteren. Ja, logische zin. Oké, gisteren zagen we dus dat de AEX bijna 3,7% geloof ik onderuit ging. Dat viel op zich nog wel mee. Kijken we juist naar de Amerikaanse beurzen. Die hadden weer de slechtste dag sinds 1987. En dat zei ik vorige week ook al, maar dat record is dus inmiddels alweer verbeterd, alleen dan in negatieve zin. De S&P 500 ging met 12% onderuit en de Dow Jones ging uiteindelijk met 13% onderuit. En deze beurzen hadden weer, volgens mij de derde keer in een week, dat het eigenlijk vrijwel direct werd stilgelegd. De beurs opende en ik geloof zelfs een seconde later dat we al min 7% waren. Dan wordt automatisch de beurs voor een kwartier stilgelegd om wat meer rust te krijgen op de beurs. Nou, dat was dus al meteen weer het geval. En dat zie je dus, een mechanisme, het werkt. Alleen het is nu wel 3 keer in een week het geval dat het op deze manier wordt toegepast. Verder waren er niet heel veel dingen die ik nog wil bespreken van gisteren. Natuurlijk waren er weer wat noodmaatregelen aangekondigd. Eigenlijk dat was afgelopen weekend al. En daar zag je eigenlijk het effect dus gisteren van. Laten we ook naar het laatste nieuws van vandaag kijken. En eerst even naar de koersen. Dit is een screenshot van iets na 4:30. We zien dat de AEX dan op zo'n bijna plus 2% staat. De futures staan trouwens ook nog steeds goed. Dat is altijd makkelijk voor als de beurs nog niet open is. Kun je daar vast naar kijken. En eigenlijk alle andere beurzen staan positief. Europa, maar ook zeker Amerika. Met een uitschieter zelfs tot 4,2% op dat moment. Zelfs Bitcoin staat positief met 7,7%. Dat is altijd fijn om te zien. En dit is trouwens een screenshot van IEX.nl. Ik zal trouwens een link daaronder plaatsen onder deze video. Dat je altijd ook deze informatie zelf kunt kijken gedurende de dag. Want er wordt continu geüpdate. En we zagen dus dat gisteren eigenlijk een heel erg negatieve dag was. In Amerika zelfs weer de negatiefste dag sinds 1987. Juist omdat die maatregelen waren aangekondigd. Beleggers waren er niet eens zo heel blij mee dat de rente werd verlaagd en het kapitaal beschikbaar werd gesteld. Natuurlijk zorgt het voor de ene kant wel dat je een beetje gerust wordt gesteld, dat er in ieder geval iets is om iets mee te werken, dat er geld beschikbaar is. Aan de andere kant, door die renteverlaging is ook de Fed inmiddels in een positie dat ze eigenlijk niet verder kunnen verlagen. Ze zitten al bijna tegen de 0% aan. Dus dat is weer een beetje het negatieve van deze maatregel. En gisteren werd dus eigenlijk het nieuws van 3 dagen verwerkt, van de zaterdag, de zondag en de maandag. Daarom ging het zo negatief. Vandaag valt het op zich wel mee. Ook in Nederland hebben we niet echt extra maatregelen. Zelfs sommige dingen worden weer een beetje afgebouwd. Je mag weer eten gaan ophalen in een restaurant bijvoorbeeld. Dus dat is vaak wel positief voor de beurs. Dan zijn er nog wel 3 nieuwsberichten die ik er een beetje uit wil lichten, omdat er wel best wel iets interessants achter zit. Ten eerste is dat Grand Vision. Zegt die naam je misschien niet iets, maar dat is een bedrijf achter bijvoorbeeld Pearl, IWIS en Charlie Temple. Daar zien we dat er juist onzekerheid is over de overname. Het bedrijf zou worden overgenomen door Essilor, geloof ik. Die hadden een bod van 28 euro. Ja, dat bod is een beetje onzeker geworden, die overname. En de koers gaat nu weer richting de 19 euro. Dus dat is een heel erg groot verschil. Waarom licht ik dit nieuwsbericht dan uit? Ja, natuurlijk was Grand Vision de grootste daler vandaag. Tenminste straks op de AEX met bijna 20% eraf. Maar wat daaraan ten grondslag lag, was eigenlijk dat de Europese Commissie heeft gezegd van, als er nou grote overnames worden gedaan de komende tijd waar wij goedkeuring over moeten geven, ja, dat kan wel eens even stil komen liggen. We hebben geen tijd, we hebben andere prioriteiten op dit moment. Dus je zult zien dat eventuele overnames die gepland staan, dat die nu waarschijnlijk worden vertraagd of worden afgeketst. En dat kan dus niet alleen impact hebben op Grand Vision, maar misschien wel op meer bedrijven. Dus hou daar altijd rekening mee als je weer bedrijven wilt kopen of dat je dingen merkt. Kijk ook altijd of er een overname van toepassing is en of eventueel de Europese Commissie daarover moet beslissen. Een tweede belangrijk punt was de olieprijzen. We zagen vandaag weer een nieuwsbericht dat Saoedi-Arabië in mei waarschijnlijk de productie weer gaat verhogen. Zelfs tot een record dat meer dan 10.000 vaten olie per dag worden geëxporteerd. En je leest ook dat staatsoliebedrijf Saudi Aramco zich comfortabel voelt bij een prijs van $30 per vat. Nou, dat zijn 2 uitspraken die
niet zo heel positief zijn voor de olieprijs natuurlijk. De prijsoorlog is eigenlijk afgelopen week begonnen vanwege Saoedi-Arabië tegen Rusland. En het lijkt er dus wel op dat dit nog wel een tijdje door zal gaan. En voor mensen die dus bezig zijn met aandelen die rondom olie zitten, denk aan Fugro, maar zeker ook aan Shell, hou dit nieuws in de gaten, want de prijs van olie is natuurlijk heel erg belangrijk voor een bedrijf als Shell. En die hebben nu een hoog dividend. Maar als de koers van olie of de prijs van olie laag blijft, zou dat maar eens zomaar naar beneden kunnen worden bijgesteld. Dus zeker punt om op te letten. En we zien ook dat shortcellen steeds minder wordt toegestaan. In Nederland is het trouwens nog wel steeds toegestaan. Maar hoe zuidelijker je gaat in Europa, daar valt het. Ja, wordt het steeds meer verboden. Of in ieder geval niet meer toegestaan. Soms is dat een dag. Die maatregel mogen landen sowieso wel treffen. En als de koers dan nog verder dalen, mogen ze dat nog verlengen met 2 dagen. Spanje heeft bijvoorbeeld goedkeuring gekregen voor om dat 30 dagen stil te leggen. En in Engeland nemen ze die Spaanse aandelen zeg maar over. Daar mag niet geshortcelled worden. Shortcellen, de meeste mensen zullen op dit kanaal het niet doen. Ze zullen wel weten wat het is, maar zullen daar niet mee actief bezig zijn. Misschien heb je er zelfs wel iets tegen, want ja, zeker in een moment zoals nu zorgt dat eigenlijk alleen maar voor meer paniek. En dat wil je juist niet hebben. Dus ook al zullen niet veel kijkers hiermee bezig zijn, het is wel weer interessant om te weten. En voordat we verder gaan met het stukje over de buffer wil ik je vragen, vind je het een leuke, interessante video? Geef zeker even een duimpje omhoog, dan weet ik welke onderwerpen jullie leuk vinden, waar ik meer over moet maken. En je helpt natuurlijk het YouTube kanaal, want meer mensen krijgen deze video te zien. En wil je zelf nog meer video's zien zoals deze? Ik maak elke week 2 video's, en deze week dus wel meer video's, over persoonlijke financiën, investeren en beleggen of passief inkomen. Dus klik hieronder op abonneren, klik op het bel-icoontje om altijd weer een melding te krijgen als een nieuwe video online staat. En dan gaan we nu dus kijken naar de buffer. Want ik heb de laatste tijd veel nieuwe abonnees. We zitten bijna bij de 10.000 abonnees op dit moment. Maar vooral ook heel erg veel kijkers. Want iedereen is geïnteresseerd op dit moment in beleggen. Iedereen leest er natuurlijk iets over dat de koersen laag staan. Dus het is een heel erg interessant moment om te beginnen met beleggen. En mocht je nou trouwens willen beleggen, ik heb onder deze video's verschillende links staan naar brokers die ik aanraad, zoals DEGIRO of FLADEX. Dus je kunt je op die manier altijd aanmelden via die links. Maar voordat je gaat beginnen met beleggen is het heel erg belangrijk om een buffer, een spaarpotje achter de hand te hebben. Dat roep ik al een heel erg lang. Maar zeker in tijden zoals nu is dat heel erg belangrijk. Je wilt ervoor zorgen dat je een potje hebt opgebouwd van zeg maar 6 maanden aan onkosten. Dus ben je 1000 euro in de maand kwijt, dan wil je in ieder geval zorgen dat je een spaarpotje hebt van 6000 euro in dit geval. Dit zorgt ervoor dat wanneer je wasmachine of tv kapot gaat, je meteen iets kunt kopen wat je echt nodig hebt. TV niet, maar misschien een wasmachine of zo, dat soort dingen zijn belangrijker. Of eventueel een reparatie aan je auto. Maar wat geld achter de hand hebben zorgt er ook voor dat je wat rustiger bent. Mocht er dan iets snel beslist moeten worden, dan heb je eigenlijk het geld achter de hand om eventueel de juiste beslissing ook te nemen. Je zult vaak merken dat als je geen geld hebt, dat je snel in paniek raakt, snel dingen gaat doen. Dat je misschien het overzicht kwijtraakt en de verkeerde beslissing dus neemt. Dus het zorgt ook gewoon dat je wat rustiger van jezelf bent. En het zorgt er natuurlijk voor dat wanneer je geld nodig hebt, dat dat beschikbaar is. Dat je niet je beleggingen hoeft te verkopen wanneer je in de min staat, vooral op dat moment. En die kans zit er natuurlijk de komende tijd wel in dat je net dagen hebt dat je aandeel 10-15% daalt. Het zou heel erg zuur zijn als je net op die dag je aandelen moet verkopen en dus eigenlijk een verlies moet pakken. Maar een spaarpotje of een buffer zorgt er dus voor dat je dat niet hoeft te doen. En dat waren dus de punten die ik al een jaar lang of langer al in mijn video's benoem. Maar er is eigenlijk sinds de laatste tijd 1 belangrijk punt bijgekomen. En dat is de zekerheid van je baan. Want we hebben natuurlijk nu te maken met heel veel paniek op de beurs, maar ook zeker bij jou waarschijnlijk op het werk. Er gaan heel veel dingen veranderen. Het heeft een grote impact op de economie. En dus misschien wel ook wel op jouw baan. En ook al heb je een contract of een vast contract, de kans dat je eventueel inkomen gaat missen is best wel groot de komende tijd. Het zou natuurlijk kunnen dat jouw contract niet wordt verlengd. Het kan ook dat ze jou gaan ontslaan. Maar een grotere kans is natuurlijk dat ze werktijdverkorting gaan aanvragen. Als het bedrijf waar jij werkt geen werk meer heeft, ja, dan kun je zeg maar een WW aanvragen. Dat wordt natuurlijk nu heel veel toegepast omdat er heel veel sectoren stilvallen. Alleen daar zit natuurlijk 1 nadeel aan. Je krijgt niet meer die 100% van je inkomen die je gewend bent, maar je valt terug naar 70%. Want de uren die je niet meer werkt, die worden nog maximaal voor 70% vergoed. Het bedrijf mag wel de volle 100% die je misloopt vergoeden, maar dat zijn ze niet verplicht. Dus het zou zomaar kunnen dat de uren die je niet meer werkt, dat je daarop een tekort krijgt van 30%. En laten we ook even naar een voorbeeld kijken waar iemand van 5 dagen naar 1 dag gaat werken. Voor de schoenenverkoper geldt dat hij voor 8 uur 100% salaris krijgt, maar voor die overige 30 uur dus maar 70%. Stel dat hij normaal 2300 euro bruto per maand verdient, dan krijgt hij nu nog maar 1755 euro. En als zijn baas nou besluit om helemaal geen werk meer voor hem beschikbaar is,
dan krijgt hij zelfs nog maar 1610 euro in plaats van die 2300 euro. En zo zie je dus in twee voorbeelden die best wel voor veel mensen van toepassing kunnen zijn op de komende tijd. Verlies je zomaar honderden euro's in de maand, daar heb je geen rekening mee gehouden. En daarom is het natuurlijk al zorgen dat je een buffer hebt. En als je hem hebt om die eventueel nog uit te gaan breiden de komende tijd. En als je dan die buffer hebt staan, ja, dan kun je gaan beginnen met beleggen. En natuurlijk volop profiteren van die lage koers op dit moment. Doe dat dus wel met geld dat je niet nodig hebt om te overleven op de korte termijn. En eigenlijk ook geld dat je niet nodig hebt de komende 10 jaar. Niet dat je grote aankopen hebt gepland, zoals misschien een auto, een huis, dat soort dingen. Geld wat je voor een langere tijd niet nodig hebt. Want je ziet wel, je kunt ondertussen in een crisis terechtkomen dat je waarde van je aandelen misschien wel halveert. Nou, waarschijnlijk historisch gezien zie je wel dat je 10, 12 jaar dan herstelt het eigenlijk altijd wel. Kom je altijd positief uit. Het is dus belangrijk dat je geld gebruikt wat je in die periode niet nodig hebt. En als je dat geld dus ter beschikking hebt, ja, dan is het gewoon heel erg interessant om nu te gaan beleggen. Misschien ben je al bezig, misschien wil je beleggen. En wil je nou beginnen met beleggen, zoals gezegd. Onder deze video vind je links naar brokers die ik aanraad, zoals de Giro of FlatEx. En zo kun je natuurlijk makkelijk je eerste aandelen kopen. En daarmee zijn we het einde gekomen van deze video. Bedankt weer voor het kijken. Ook morgen zal ik weer een nieuwe video proberen te uploaden. Hij zal waarschijnlijk dan weer rond 6 uur online staan. Vond je het een leuke, interessante video? Geef zeker even een duimpje omhoog. Dat is goed voor mij dat ik weet welke onderwerpen jullie leuk vinden. Maar het is ook goed voor het YouTube kanaal dat meer mensen deze video te zien krijgen. Heb je na het kijken van deze video nou nog opmerkingen of vragen of weet ik wat je wilt melden? Je kunt natuurlijk je reactie achterlaten onder deze video. Dan neem ik het misschien wel mee in een volgende video of ik reageer daar gewoon meteen. En als je nog geen lid bent van het kanaal, ik maak normaal gezien 2 video's. Maar nu zoals gezegd dus wat meer video's over persoonlijke financiën, investeren en beleggen of passief inkomen. Dus klik hieronder op abonneren. Klik op het belicoontje om altijd weer een melding te krijgen als er een nieuwe video online staat. En zie ik je graag in de volgende video terug.